Goedemorgen allemaal, we staan weer aan de helling, vroeg uit de veren. We gaan een nieuwe video opnemen. We gaan vandaag een video maken over de Mega 360 van de Hummingbird. Ik heb al gewerkt met de 360. Er is nu een nieuw type, de Mega uitvoering. Hetzelfde ook wat de Mega is van de Sight Imaging. He, ook niet onbekend inmiddels. Maar nu komt er een 360 uitvoering, waardoor je dus helemaal rondom je boot kan kijken. Niet alleen links en rechts, maar voor je, achter je, 360 graden in het rond. Ik heb al gewerkt met een 360. Dit is een verbeterde uitvoering, dus ik heb er enorme hoge verwachtingen van. We gaan hem aan de tand voelen en hopelijk gaan we door de 360 veel vis vangen vandaag. Eerste vis is een feit. Het is nog geen joekel, maar de eerste gevangen door de 360. Ik zag hem zwemmen, aangooien, boem, hangen. Snel terug en hopelijk weer een nieuwe. Vandaag gaan we de 360 uittesten. De 360, daar zitten een aantal features op. Hij zit nu ingeklapt, zoals je kan zien. Hiervoor zijn twee puntjes. Nou, die twee puntjes, dat is een mechanisme, die moeten water hebben. En op het moment dat die het water raken, dan zie je op je dieptemeters, in mijn geval de Hummingbird Solix, zie je de tekst komen dat die in gebruik is. Is die niet dus uit het water, dus die twee puntjes maken geen water, dan geeft jouw scherm aan dat de 360 niet in gebruik is. Ja, dat is inderdaad een mooie dikke. Nou, mooi snoek. Ik zag een schooltje met witvis op de 360. Ik gooide er naartoe en waarschijnlijk lag deze gewoon in de buurt. En ik pak gewoon een mooie snoek. Nou, snel weer terug. Zo is het. Snoekvissen met deze temperaturen doe ik niet zo graag. Ja, in dit geval ben ik op baars aan het vissen. Bij laten komen. Hoppa. Oké, vriend. 360. Netjes. Moet je hebben. Ik ga u nu meenemen op het toestel in het menu. We drukken op de menu knop en je krijgt aan de linkerzijde een aantal settings. Gevoeligheid, contrast, scherpte en de 360 snelheid. Nou, ik begin van onder naar boven. De 360 snelheid. De uitgangspositie voor de snelheid is eigenlijk op standje 2. Als je standje 2 hebt,
dan gaat hij scannen en dan scant hij eigenlijk de omgeving. Wat scant hij dan? De structuren, reliëffen, de wierbedden, dat soort dingen. Hoe hoger je gaat, hè, dus hij kan tot standje 6, hoe sneller die gaat draaien. Nou, dan wordt hij ook niet meer heel zuiver. Hè. Dan die mega, dat komt een beetje dan in gedrang. Maar dan ziet hij wel de inkomende vis of uitkomende vissen. Dus eigenlijk makkelijk te onthouden. Hoe meer structuur je wil zien, hoe lager je draaisnelheid. Hè, want hij moet heel goed scannen. En wil je vis, hè, vis zwemt snel, dan moet hij op snel gaan draaien. Dus dan zet je hem op standje 6. Bovenaan in de menubalk, daar staat de voorkeuze voor de kleuren. Nou, je kan je eigen kleur. Hè, een standaard kleur is altijd het goudgele. Ik mag zelf graag de wat blauw-grijzige tint, maar dat is helemaal aan jezelf. Nou, die kan je dus indrukken, je kiest je kleur en dan ga je spelen met de contrast en de gevoeligheid. Dat zijn allemaal persoonlijke, dat is niet eigenlijk, net zoals net met het draaien, het ronddraaien. En dat is persoonlijk. Je moet kijken, want het kan van kleur tot kleur ook verschillen met de gevoeligheid en de contrast. Dat is op het water proberen, ga richting een wierbedje en stel het zo in. Bovenin heb je nog wat icoontjes. Je kan dan instellen een taartpunt. Dan scant hij alleen van links naar rechts in de vorm van een taartpunt. Maar je kan ook het icoontje indrukken en dan kan je dus kiezen voor links, rechts, achter. Of 360, dan staat hij echt als een cirkel in je beeld. Als je werkt met de side imaging, nou, dan kan je even teruggaan naar de vorige video. Hierboven in het beeld zie je nu de link komen. Kijk even over mijn uitleg over de side imaging. Maar als je werkt met de side imaging, dan heb je altijd een stukje voorwaartse snelheid nodig met de boot. Want ga je stil liggen, dan werkt eigenlijk je side imaging niet. Natuurlijk zie je het wel op je beeld, maar dan is het niet helder. Op het moment dat de boot weer voorwaarts gaat, dan wordt je side imaging ook duidelijk. Nou, met de 360 is dat niet nodig. Met de 360 kan je ankeren, hè, bijvoorbeeld in mijn geval met de talons. Gewoon stil ankeren. En omdat in het blok van de 360 draait die eigenlijk rond. En daar maakt hij die voorwaartse beweging in. Dus je hoeft met de 360 hoef je geen voorwaartse snelheid te hebben. Dat haalt hij gewoon vanuit zichzelf. Hè, haalt hij dat eruit. Als je kijkt in het midden van de cirkel van de 360, dan zie je het bootjesicoon. Maak niet de fout door te denken, voorkant bootje is mijn 360, achterkant bootje is mijn daadwerkelijke bootje. Ik ga jullie laten zien aan de hand van een voorbeeld, ook met de talons, dat dat dus een heel vertekend beeld geeft. Ik zet mijn ringen op 15 meter. Nou, wat ga je nu zien? De talons zijn uit. Dat kan je nu ook zien op de scherm. He, die twee puntjes, dat zijn mijn talon. Je ziet ook heel goed daarachter lopen de schaduw van de talon. Dus om even aan te geven dat het bootje wat je ziet, is niet de daadwerkelijke lengte van je boot. Samengevat, ik gebruik dus mijn talons als een handig hulpmiddel om te bepalen de exacte positie van de achterkant van mijn boot, waardoor ik altijd in een juiste lijn richting de vis gooi. Denk je dat het bootjesicoon de positie van je boot is en je werkt dan aan, dan kan je dus naast de vis gooien. Nou, ik heb bewust even de 360 scheef neergezet. Dus je ziet, hij staat iets uit het lood, om zo maar te zeggen. Het is dus ook belangrijk als je de eerste keer je 360 in gebruik gaat nemen. Neem dan even een inbesleutel mee. En dan kan je hem op het water helemaal kalibreren, recht zetten. Dat hij precies in het verlengde van je boot staat. Doe je dat niet, hè, dan zie je nu net als bij mij op het scherm. Dan staat hij eigenlijk helemaal naar rechts. Nou, op de 360 er loopt eigenlijk die taartpunt. Nou, en daar kan je hem dus mee richten. He, dat is een paar keer misschien in- en uithalen. En net zolang totdat je precies de lijn hebt. Is belangrijk. Nou, heb je geen talons net als ik,
Dan kan je bijvoorbeeld even een ijzeren staaf meenemen, een keer erachter zetten als controle. Maar je ziet ook de cijfers die bij de ringen staan, die geven ook de noord- en de zuidas aan. Het is belangrijk dat als je de 360 aansluit, niet alleen maar, nou hij staat zo leuk op mijn boot, maar dat je hem echt even kalibreert en in de lengte van je boot zet. Mocht je interesse hebben om ook de Mega 360 aan te schaffen, denk dan niet van, nou ja, het kan alleen maar op de Ultrex Minn Kota. Je hebt ook nog, naast deze uitvoering in een bracket, heb je nog een universeel bracket. Zodat je hem op je eigen Minn Kota kan plaatsen of desgewenst zelfs nog aan de bootrand, aan de spiegel. Er zijn meerdere mogelijkheden om de 360 te plaatsen op de boot. Wat is nu het doel, het nut en belang van een 360? Waarom zou je eigenlijk overgaan tot aankoop? Nou, ik neem je even mee voor een stukje beeldvorming. Denk aan de side imaging, zeker de nieuwe uitvoering, de Mega. Je kan perfect beeld naar links en perfect beeld naar rechts. Alleen dan houdt het op. Met de 360 heb je datzelfde beeld, die helderheid die je met de side imaging ook hebt, heb je dan ook nog voor je, maar ook nog achter je. Dus je kan 360 graden in het rond kijken. Nou, het voordeel ervan is, je kan de bierbedden zoeken, je kan de rietkragen uitkijken, zeg maar. En eigenlijk kom je heel stelt in de zone van de vis, zonder dat de vis jou ziet. En op het moment dat je de vis gevonden hebt, kan je, omdat het eigenlijk allemaal live gaat, hè, iedere keer als de ping zogezegd voorbij komt, hè, dan heb je een live update. Je kan dus heel gericht de vis aangooien en vis vangen. We zitten weer op, we hebben het weer gehad, we hebben de 360 helemaal ingeregeld, de 360 Mega van Hummingbird. We gaan weer nieuwe avonturen beleven. Nou, je hebt gezien in de video hoe het werkt, dus ja, ik ben er content mee. Dan wil ik hem hierbij afsluiten. Ja, rest mij nog te zeggen van, vond je het een leuke video? Even de duim omhoog, subscribe, want er komen nog veel meer van dit soort films.